Hij strandde daar op de eerste bult op de pro-sectie en daar valt hij niet mee. Dit ziet er goed uit hoor, Rodi van de Heuvel. Hij pakt daar die bult er heel mooi mee. Kijk eens even, dit is BMX. Ja, de VIP-tribune is ook enthousiast. Kijk, en dames en heren op de VIP-tribune, daarom staat u daar. U heeft daar het mooiste uitzicht, u ziet daar de mooiste sprongen, het mooiste spektakel. Kortom, u ziet wat BMX inhoudt in Nederland. Hier is het Nederlands kampioenschap tuigtrail en het wordt alleen maar mooier hoor. Want straks hebben we natuurlijk nog de races en morgen natuurlijk de overige races. En dit is het NK Time Trial en dit is al spectaculair. En wat is dan de tijd van Rodi van de Heuvel? 24.5 was zijn tussentijd. De eindtijd is 37.348. De eerste tijd is inmiddels bekend.